Goeiedag en welkom bij een nieuwe uitzending van het Vlaams Belang. Het nieuws van deze week was zonder twijfel de tragische moord op David P. in Beveren. Het slachtoffer in kwestie is via een homo-app in de val gelokt door drie criminelen die hem zodanig zwaar hebben afgetuigd dat de man er het leven heeft bijgelaten. En over dit schrijnende crimineel gedrag heb ik het vandaag over met Marijke Dille. Marijke, welkom in de studio. Marijke, u bent advocaat aan de balie van Antwerpen, maar minstens even belangrijk, u bent ook volksvertegenwoordiger voor onze partij in de Kamer en volgt de commissie Justitie dergelijke gevallen op. Het voorval, buiten dat een moord altijd betreurenswaardig is en altijd hard gestraft moet worden, maar is er hier eventueel sprake zelfs van anti-homoseksueel geweld. Komt dat vaker voor? Helaas komt dat regelmatig voor, Tom. En vandaar dat ik uw tweet, die jij onmiddellijk naar de feiten de wereld hebt ingestuurd, een heel krachtig signaal. Er is inderdaad geen plaats voor homofoobtuig in Vlaanderen. Spijtig genoeg worden wij in onze steden wel eens geconfronteerd met gay-bashing. En zijn er een aantal plaatsen waar homofielen, en lesbiennes uiteraard ook, niet veilig zonder risico op straat kunnen komen. En dan natuurlijk moeten we wel de vaststelling maken dat in multiculturele probleemwijken de situatie vaak erger is dan op andere plaatsen. En tegelijkertijd toch wel de waarheid durven benoemen dat in radicale islammilieus niet overal, maar bij de radicalen, dat daar homofilie niet wordt goedgekeurd en dat daar zelfs wordt opgeroepen tot geweld tegen homofielen. Onze boodschap moet heel duidelijk zijn. In Vlaanderen moet iedereen kunnen zijn wie hij of zij is, ongeacht de seksuele geaardheid. Ja, want bij de kranten staan uiteraard vol over homofobie en de beweegreden van de daders. Maar in C is het ook gewoon een criminele daad. Een moord is altijd betreurenswaardig, maar wat stellen wij in zaken meer recht en rechtvaardigheid eigenlijk voor als partij? Het is duidelijk, Tom, en dat is een heel spijtige vaststelling, dat Vlaanderen er nog altijd niet in slaagt om een oplossing te bieden aan zware jeugdcriminaliteit, want het ging hier over minderjarigen. Maar dat is geen reden om de kop in het zand te steken. We moeten hierbij ook durven zeggen, een van die drie daders was kort voor deze feiten voor de jeugdrechter moeten verschijnen omwille van diefstal met zwaar geweld. En hij is naar buiten gewandeld met een werkstraf. Dat is absoluut onaanvaardbaar. Zware criminaliteit moet zwaar worden aangepakt. Nul tolerantie moet de boodschap zijn. De strafrechter, de strafwet, moet de samenleving beschermen tegen dit soort van crimineel tuig. Onze tegenstanders hebben het vaak over preventie dit, preventie dat. Maar repressie is de beste preventie natuurlijk. Als je niet gestraft wordt, ja, dan gaat je natuurlijk geen schrik hebben om opnieuw feiten te plegen. Dat klopt inderdaad. En als ik ben 20 jaar Vlaams parlementslid geweest, bevoegd voor preventie. Als je ziet hoeveel tijd en energie en vooral financiële middelen daarin gestoken zijn en we zien de resultaten de dag van vandaag, dan is dat werkelijk heel, heel schrijnend. Vandaar strenge aanpak van de criminaliteit, nul tolerantie. En als blijkt dat homohaat werkelijk een van de factoren is, moet dat gelden als een verzwarende omstandigheid. Maar tegelijkertijd moeten we toch ook eens werk durven maken van het schetsen van een daderprofiel, wat hier in dit land nooit gebeurt. Dat mag niet, dat gebeurt niet. En bij het schetsen van dat daderprofiel ook rekening houden, niet alleen met de sociale actoren, maar ook met de culturele achtergrond, met de migratieachtergrond. Enkel en alleen met een strenge bestraffing van dergelijke zware feiten en ook met de waarheid te durven noemen, te wijzen wat er echt gaande is. Enkel op deze wijze zullen in de toekomst deze feiten niet meer kunnen gebeuren en zullen homo's veel geruster kunnen rondlopen in Vlaanderen. En dat moet de boodschap zijn. Meten is weten, anders gaat het probleem niet kunnen oplossen. In Nederland maken ze wel een inschatting over wat het daderprofiel is. Ze registreren dat wel. En laat ons hopen dat deze schrijnende overlijden, die schijnende moord, niet zonder gevolg blijft. En hopelijk dat ze eindelijk eens in actie schieten. Marijke, ik bedank u voor uw tijd. En de reportage van deze week gaat over onze Vlaamse vrouwen. Want het was deze week ook de Internationale Dag van de Vrouw. En daar hebben we een leuke reportage over gemaakt. Deze
Deze week, op 8 maart, was het Internationale Vrouwendag. Vlaams Belang liet het niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo kon u filmpjes zien verschijnen van vele van onze vrouwelijke parlementsleden. Mijn rolmodel voor de Internationale Vrouwendag zijn de suffragettes. Een organisatie als Moeders voor Moeders is hier een prachtig voorbeeld van. Ik heb respect voor Rayaan Hirsi Ali. Voor diegenen die haar niet kennen, zij is een Somalisch-Nederlandse ex-moslima en voorvechter van vrouwenrechten. Wie Magide Blok, Gwendoline Rutte of Meryem El Matchi bezig hoort, die is er misschien niet van overtuigd, maar vrouwen kunnen wel degelijk een belangrijke meerwaarde betekenen in de politiek. En daarvoor hebben wij heus geen betuttelende quota nodig. In tegenstelling tot deze Vivaldi-regering, die in volle coronacrisis een koninklijk besluit goedkeurt om in wetten en reglementen het woord geneesheer te vervangen door het genderneutrale arts, houden wij ons niet bezig met zulke genderonnozelheid. Wij houden ons bezig met de veiligheid van onze vrouwen. Vorige week nog werden twee daders van een brutale verkrachting vrijgesproken. Met het Vlaams Belang had die strafmaat veel hoger gelegen. Wij zetten ons in voor het welzijn van onze vrouwen. Zo verdedigen wij consequent de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw tegen de bedreiging van de islam. Wij zetten ons in voor onze vrouwen, zonder onderscheid. Wij zetten ons in voor een zorgeloze, welvarende en veilige toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Strijden voor een betere toekomst en vooral een betere toekomst voor ons volk, dat is de essentie van onze partij. Wij Vlaams Belangers, wij zijn volksnationalisten en wij geloven dat ieder volk, waar ook ter wereld, recht heeft op zijn eigen staat als daar een democratische meerderheid voor is. En er was een democratische meerderheid in Catalonië voor hun eigen onafhankelijke staat, maar blijkbaar hebben ze het nog steeds niet en er is deze week heel wat te doen geweest rond die Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. En daar heb ik het deze week over met Christophe Slagmulder. Christophe, welkom in onze studio. Dankjewel. Christophe, u bent Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt alle betrekkingen Vlaanderen, het buitenland, Vlaanderen, Europese Unie op. Misschien kort voor onze kijkers, want het is misschien niet zo gekend, de situatie in Catalonië. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Wel, in Catalonië en Spanje is er heel wat aan de hand. Ik wil even terugblikken naar het jaar 2017. Toen werd door de Catalaanse regering beslist om daar een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. En wat bleek, een meerderheid van de Catalanen koos voor onafhankelijkheid. En dat was natuurlijk een doorn in het oog van de Spaanse regering. Die heeft zich daar met alle middelen proberen tegen te verzetten. U herinnert zich wellicht nog het extreme politiegeweld van de Spaanse politie. Waar vrouwen van de trap werden gesleurd door Spaanse politieagenten en oude vrouwtjes trappen in slaag kregen. Inderdaad, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En die beelden zijn toen ook de wereld rondgegaan. Een aantal Catalaanse vooraanstaande politici zijn toen ook in een Spaanse cel gegooid. En hun leider, de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die is Catalonië moeten ontvluchten en uiteindelijk dan in België terechtgekomen. In ballingschap, hè? Inderdaad, in ballingschap. En in 2019 heeft hij zich dan kandidaat gesteld voor het Europese parlement. Hij raakte toen verkozen. Daardoor kon hij genieten van politieke onschendbaarheid. Maar zoals u weet, deze week is er een stemming geweest in het Europese parlement waarbij zijn politieke onschendbaarheid werd opgetrokken. Ja, dat is niet goed. En wat zijn nu de gevolgen voor Puigdemont in de Catalaanse strijd? Wel, dat is inderdaad niet goed. De Belgische autoriteiten hebben tot op de dag van vandaag Puigdemont niet uitgeleverd of kunnen uitleveren aan Spanje, mede dankzij die parlementaire onschendbaarheid. En ja, die onschendbaarheid, die politieke immuniteit, dat dient niet om corrupte politici te beschermen, maar dat dient om politici te beschermen die dreigen veroordeeld te worden of die dreigen in de cel te belanden omwille van een bepaalde mening. En in dit geval ging het over het
referendum. Dus wat is er democratischer dan een referendum? Dat is peilen naar de mening van uw bevolking. Maar blijkbaar is het in Europa nog steeds mogelijk om daarvoor veroordeeld te worden en in de cel te belanden. En dat is een echte schande. Dat is onbegrijpelijk dat als wij in de cel zouden belanden omdat wij zouden pleiten of een referendum zouden organiseren voor Vlaamse onafhankelijkheid. Dat zou geen enkel land aanvaarden. Maar al die regeringen kijken weg als het over de Catalaanse kwestie gaat. Hoe staat de verschillende regeringen in het land? Hoe staan die eigenlijk ten opzichte van deze Catalaanse kwestie? Wel, ik heb gezien dat de Open VLD en de CD&V in het Europees Parlement voor de opheffing van de politieke onschendbaarheid van Puigdemont gestemd hebben. Vlaams Belang heeft tegengestemd. Mm. Dus wij vinden dat de Vlaamse regering en de federale regering nu alle diplomatieke munitie uit de kas moet halen om ervoor te zorgen dat er geen uitlevering komt. België moet niet meewerken aan een uitlevering. Want ik vrees als Puigdemont toch terug naar Spanje zou gestuurd worden, dat hij daar onmiddellijk in de cel wordt gegooid en dat hij daar ook geen eerlijk proces zou krijgen. Ik vind politieke processen, die moet je niet voeren via rechtbanken, dat moet je niet doen via intimidatie, maar via verkiezingen, referenda in het stemhokje. En ik denk dat de democratie op die manier in Catalonië, in Spanje en in Europa daarvan alleen maar beter kan worden. Ja, als Puigdemont wordt teruggestuurd, wacht hem de Spaanse inquisitie. En wij Vlamingen weten wat dat betekent. Dat is niet echt een eerlijk proces. Christophe, ik bedank u voor uw tijd. En sta me toe deze aflevering af te sluiten met de woorden van Willem Elschot. Weet dat niemand u aanhoort zolang je stamelend bidt of bedelt bij de poort.